Goed, wat gaan we eens aan beginnen? Ik kan me niet echt een optreden doen, maar met sommige dingen valt niet te lachen. En dan denk ik aan Chris. Ik ken Chris al heel veel jaren, sinds ik van Engeland naar hier ben gekomen eigenlijk. Want ik werkte in een fabriek in Mechelen toen ik pas van Engeland naar hier kwam, halverwege de jaren 70. En toen was ik onder de indruk van België. Mijn eerste, ik kwam naar België eind april. Okay? En dus op de 1e mei zag ik iets gebeuren dat ik nooit heb gezien in Engeland. En dat was namelijk in de straat van Antwerpen duizenden mensen die met rode vlaggen de 1e mei vieren. En ik dacht, fuck, ik zit hier in een pre-communistisch land. Maar wat bleek, er waren mensen van de BSP. Dat ze van, ja, we hebben een rode vlag, want het is niet dat je dat vlag hebt, dat je dat moet nemen. Dus, maar toen kon ik geen Vlaams, dus ik sprak Engels en ik dacht, deze is fucking pre-revolutionair, we gaan de wereld veranderen en de week erop gaan we door dat fabriek en ik dacht, ja, dat gaan we veranderen, dat gaan we. En die van de BSP waren altijd bezig van, hé, hey, daar zit precies een Amadeus. En ik wist niet wat dat was, dus ik dacht van, als ik precies een Amadeus heb, dan zou ik geen een ziekte of zo. Dus ik ga naar een dokter. En bij wie kom ik terecht? De dokter die op dat moment door de rechter onderzocht wordt voor te zien of een toerekening vastbouw was. En ik kom op de fabriek was en ik weet dat een dokter Merks geweest. Die is een sot, dat weet ik toch niet. Zo begint dat. En dus Paul heeft ook aangehaald van, ja, waarom hebben we een andere weg niet gekozen, Chris? Want Van den Broeke, Van den Broeke, gewoon als trotskist, weet wel. Geëvolueerd, zullen we maar zeggen, van Marx en Engels naar Marx en Spencer. Van den Broeke die bewijst elke dag meer en meer dat de uitspraak van Mao in een tijd waar was, dat sociaaldemocraten eigenlijk radijzen zijn. Rood aan de buitenkant, maar wit aan de binnenkant. Nu, ik wil één ding zeggen. Luister. In 76, denk ik, als ik me niet vergis, Chris, waar ik onderzocht, zo gezegd, of niemand wil dat aannemen, geen ene psych wil zich daarom omwagen om het onderzoeken. Maar de rechter wil weten of de toerekening vatbaar was of niet. Maar ik ken haar al 20 jaar, ik ken de Christen, ik heb hem gezien. Petities ophalen en hij had nooit zoveel aantekeningen op als wij, maar gewoon omdat het er weer ontzettend was altijd. het feit dat hij een boek zo 400 bladzijden. Als je ergens in Oudenaar de aantekeningen gaat ophalen om deel te mogen nemen aan de verkiezingen, je moet die aantekeningen in eerste vooral. Een uur en een half per aantekening spendeert, dan denk je zo 3 verkiezingen vooruit. Zo. Nee, maar ik heb hem zien petities opbouwen, ik heb hem solidair zien verkopen. Ik ben er samen zelfs affiches mee gaan plakken, toen het dan nog zo wild gebeurde en illegaal. En dat weet je ook toch, dat kan het niet. Maar ik pakte hem altijd mee, want als de flikker eraan komt, zeggen ze, Chris, ga met de flikker babbelen. Ondertussen kunnen we affiches plakken. Dat is toch. Dus ik heb hem cassettes zien verkopen, petities zien ophalen, ik heb hem zien affiches pakken met de patiënten bezig zijn, ik heb hem zien betogen. Toen dat betogen iets anders was als een ludieke actie. Ja. Zie je, dit zijn, ik vind volgens mij de ondergang van de arbeidersbeweging begonnen met de opkomst van de ludieke actie. Ik bedoel, 6 verpleegsters gekleed als konijn door de straten van Brussel, dat moet toch niemand in. Ik bedoel, volgens mij, als je betoogt voor betere geneeskunde, moet je met stoma zakken vol stront naar die minister smijten. Dan zou ze misschien beter luisteren. Volgens mij, als je zo van die ludieke acties had komen in de wetstraat, kijken die door alle raam, het is niet zo erg, ze zijn nog altijd als smurf gekleed. Ludieke acties. In een tijd, wat mij meestal opgevallen is van het boek, is als je naar de foto's kijkt, zie je die foto's van de arbeiders, die zijn er allemaal zelfs met, het is te zeggen, een cliché. En dat vond ik wel leuk. En dat is zo wat het mij aantrok in de partij met tijd. Maar tegenwoordig als je naar de staking ziet, like in de Carrefour in Brugge, zie je zo de ene smurf naar de andere naar voren gebracht, met zo een rood of een blauw of een groen plastieke zak over hun, en dan denk ik van, welke boodschap ze het nu aan het geven? En zo, de ene is GFT,
En een andere is plastic. Ik ken de Chris, dus ik heb hem alles zien doen. En ik heb hem zo aan de poorten van de fabriek zien staan. Dat is iets heel raar. Want ik werkte in shiften in de General Motors en ik had de s'avonds aan de dokter omdat ik niet wilde gaan werken. Maar je hoopt het thuis om toch te gaan werken. Ik sta op om 5 uur en ik ga werken. En wie staat aan de poort van een fucking fabriek? Dus je denkt van, die staat die maar te controleren. Dus ik dacht bij mezelf, ja, godverdomme, is dat gelijk, dit is toch zo. Ja, maar nee, is zo. Ik heb zo gisteren ook, hoe durft hij in deze tijd beweren dat er een alternatief is? Dit is zo. Ik heb jarenlang met de christen over gezegd, weet wat ik grappig vond de laatste paar weken? Dat is het volgende. Wij hebben jarenlang betoogd door de straat. Je weet toch, nou, we hebben gevochten. Dat waren de plezante betogingen, weet je nog? Niet zo van, nee mannen, oh het kalm. Nee, slag op een bank. Dat vond ik tof. Dat sprak de arbeiders zo wat meer aan. Nee, maar we hebben jarenlang betoogd voor nationalisatie van de banken en van de holdings. En wat zien we de laatste weken? Zien we bijna een stoot bankiers die op betogen zijn. Ze van al het geld waar het zit bij de belastingbetaler en de toppers. Wereld op zijn kop. En ik heb een boek gelezen en dus nu heeft die rotzak mee op de zadel met schuldgevoelens. Want als je dat leest, wat ik wist allemaal gedaan in de laatste. Hoe lang is ze hier bezig feitelijk? Want die foto's zien er heel jong uit. Nu zit ik een deel van het probleem, hè, van vergrijzing. Dat is nog zoiets. Ik zie hoeveel grijze koppen ook. En dan denk ik bij mezelf, hoe voelt dat om als probleem te zijn? Tegenwoordig. Ik vond dat goed voor ik weet toen de evele termen zo miljarden ontduikt deden was aan de banken. Dat weet je nog? Hij geeft ze een budget speech en hij was bezig van, oh, we willen 100 miljard. Oké, 100 miljard, waar kan ik een speech van geven? Met een budget in even. Ja, mensen, we hebben geen geld voor gezondheidszorg. Nee, dat hebben we niet. Nee. We hebben ook geen geld voor huisvesting. We hebben wat? Nog eens 200 miljard? Oké. We zitten in een probleem, zegt hij. Daarom hebben wij geen geld. De vergrijzing is een probleem. Dan denk ik, ja, hoe komt dat? Ik heb 40 jaar gewerkt, ik heb mijn leven afgetrokken. Ja, maar Fortis zit in de shit. En dan moet je zeggen, stilkens aankomen, terug tot het besef dat er niks veranderd is in deze maatschappij. Ze hebben ons wijs gemaakt, we zijn eruit zijn gegaan, maar als het erop aankomt, ze halen het nog altijd op dezelfde zakken. Schoenen, hè? En de laatste week zaten we helemaal thuis met de tranen in onze ogen. Omdat een of andere om de macht is gekomen. Of in januari gaat hem aan de macht komen in Amerika. Onze Obama. Hè, en hij kwam aan de macht met een hele mediagenieke campagne van change. Yes, we can. Verandering, dat kunnen we. Wat is gaan veranderen, of hoe en op welke zaken het gaat geklopt worden, dat zegt hem niet. Maar het gaat veranderen. Change. En iedereen zit thuis. Yves Leterme zit thuis. Bart de Wever, je kent hem met zijn 6 zetels en zijn dikke kloten. Die zit ook thuis. En die kijken allemaal van, ja, change is mogelijk. En ik denk bij mezelf, ik ken een gast in Hoboken. Die al 30, 40 jaar lang aan het bewijzen is dat verandering mogelijk is. En dat bewijst het in de praktijk door het zelf te doen. En daar was er niemand in. En daar is er niemand in, en waarom niet? Hij is zot. En dan denk ik bij mezelf, nou wel, vuist de boek, leven de zotten. Chris, dat is dat in je boek. Ja.